gasten. Jullie kunnen gewoon lekker mee doen, hè. Gaan we een feest van maken hier in Rotterdam vanavond. Klopt. Sushi. Rijter. En terug. De vingers zijn altijd vrij. Rijterstuk is heel belangrijk. Ik zie 3, 4, 5, 6, 7 dames bij elkaar. Wil je nu samen dansen? Wat mag? Nee, dan moet ik dus samen blijven. Dat is ook prima. Goed, mannen. Dus de vingers zijn vrij. De rechterhand van de man, die plaats je achter op de schouder van de dame. Dus ik plaats hem eigenlijk hier. Ik plaats hem niet hieronder, sowieso niet lager. Dus echt hier. En de dame laat de armen lekker sterk houden voor de man. Dit is je dansman, dit is je frame. Je frame is belangrijk. Voor de dames ook, bewaar. Hou elkaar vast. We beginnen heel simpel in de taak. 5, 6, je basis. En 1, 2, en 3. En 5, 6, en 7. En 1, en 3. En 5, en 7, en 1. Let op, dan gaan we. Crossbody niet, allemaal oversteken. 1, 2, en 3. En 5. Nou, dit kennen we al. Een normale crossbody blijf ik aan deze kant van de dame. Dan sta ik hierop. 1, 2 en 3. En 5, 6, 7. Met een crossover krijg je namelijk dit. 1 en 3. Overcross. En het is gewoon een crossbody. Crossbody. 5, 6 maken. Open. En 1, stop. 3. Oké, je ziet waar ik op sta. Als je nu je dame loslaat, dames blijven staan, niet bewegen, blijf je dame losmannen, moet je recht naar voren kunnen lopen. Kun je recht naar voren lopen? Ja? Ik zie twee mensen van jou, ja, maar ik ook. Die moet proberen, als je hier staat, die afstand te bewaren van de dame. Kijk, dit is de afstand. Die heb ik nodig. Goed, nu komt de volgende. De dames staan naar voren lopen, de crossbody, wat ik nu doe. Ik loop niet recht naar voren, maar ik loop schuin naar voren. En terwijl ik schuin naar voren loop, neem ik haar mee op 5. En dan kijk ik op de rechter schouder. Zie ik de dame weer. En dan neem ik hem mee. 6, 7 en 1. Nog een keertje. Langzaam. Voor de dames even geen partner hebben. Wat doet de dame? Ik moet eventjes nog kijken of het mogelijk is om die dames nog bij een heer te plaatsen. Dus er zijn wel een aantal heren die twee dames tegelijkertijd aan kunnen. Sowieso Jesus, die kan al 4. Robertje, die kan er zeker ook nog wel 2 hebben. Hier ook nog een stoere vent. Oh ja, moet ik misschien om hem heen? Ja, oké. Okay. Nee, dat doen we dus niet. Laat hem maar hard werken. Ja? Zo vind ik dagelijks leven is dat een heel handige tip. Ja? Dus hij doet het werk. Ik eigenlijk nu nog veel meer werk hoor, maar ja, geef het nou maar als een volgende. Snap jullie? Wij blijven gewoon op die hoofdweg. Hij gaat heen en weer op ons.